In deze video ga ik je laten zien hoe je English paper piecing vormpjes aan elkaar kunt naaien. Ik ga dat doen met de whip stitch, ook wel de overhandse steek genoemd. En we beginnen natuurlijk met het uitleggen van de vorm die je wilt maken. In dit geval ga ik een ster maken. Voor iedere vorm is er vaak wel een trucje of een handige volgorde die je kunt volgen om hem zo makkelijk mogelijk aan elkaar te zetten. Meestal kun je dat terugvinden in het patroon dat je gaat maken. Maar het idee is dat je een manier vindt om te kunnen blijven naaien, dus zoveel mogelijk stukjes aan elkaar zetten zonder te hoeven afhechten. Voor de ster doe je dat als volgt. Eerst ga ik deze lijn volgen, 3 stukjes aan elkaar, en dan kan ik deze aan elkaar zetten zonder af te hechten. Dat doe ik ook aan deze kant en vervolgens kan ik tot slot als laatste de 2 helften aan elkaar naaien langs het midden. Als je de whipstitch gebruikt en hele kleine voorzichtige steekjes zet, dan is het eigenlijk bijna onzichtbaar aan de voorkant. Ik heb hier wat dikker garen gebruikt in het rood, zodat je het kon zien. Maar zelfs nu zou je het van ver echt al bijna niet kunnen zien. Dus ik raad aan om een heel dun garen te gebruiken. Bijvoorbeeld het 80 weight garen van Orifil of Wonderfil in de 100. Dat is nog dunner. En gebruik ook de kleur die bij de ster past. Als je meerdere kleuren gebruikt kun je een neutrale kleur kiezen. Bijvoorbeeld wit of voor donkere kleuren kun je grijs gebruiken. Of een zachte bruin. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik ga wat dikker garen gebruiken in het rood zodat je kunt zien wat ik doe. De volgende 2 vormen die ik aan elkaar wil naaien zijn deze. Dus die pak ik alvast op en die leg ik met de goede kanten op elkaar. Goed onthouden welke naad je wilt naaien. Als het kleine vormen zijn kun je ze gemakkelijk vasthouden met je handen. Maar ik vind het altijd wel helpend om er even een wonderclip op te doen. Dan hoef ik toch niet zo strak tegen elkaar te houden. Dan kunnen ze eigenlijk niet verschuiven. Die kunnen wel een klein beetje in de weg zitten met het naaien. Dus wat je ook kan doen is de magnetische spelden van Sotheby's gebruiken. Die zijn echt heel fijn. Die zet je gewoon vast in het midden of een beetje richting de rand van het stukje wat je gaat naaien. En dan gaat hij echt niet meer verschuiven en dan heb je je handen vrij om gewoon op de steken te letten. En dit is ook nog eens wat breder, dus dat is iets makkelijker om vast te houden dan die dunne papiertjes. Ik begin English paper piecing gewoon met een knoopje aan het einde van mijn draad, bijvoorbeeld de quiltersknoop. Je zou hem eerst van ver kunnen insteken als je niet per se een knoopje wil op de punt. Probeer dan om niet door het papier heen te naaien, maar alleen door de stof. Je kunt voelen wanneer je door de stof heen steekt en wanneer je door het papier heen gaat. Je kunt het ook horen, maar de stof zit hier aan het einde los om het papiertje heen. Dus ik kan goed voelen waar ik moet beginnen. En we gaan eigenlijk deze rand aan elkaar naaien. Ik begin met een steek aan het einde van het vormpje, dus in de hoekjes. En ik steek eigenlijk gewoon mijn naald er dwars doorheen. Probeer ook hier weer te voelen waar het stofje zit en waar het papier zit als je door het papiertje heen naait, dan heb je straks best wel veel moeite om de papiertjes er weer uit te halen. Die kun je er niet in laten zitten. Dan kan je je quilt namelijk niet wassen. Maar je kan het heel goed voelen. Er zit net een randje boven de stof en daar kun je makkelijk doorheen prikken. Dat zou dus ook soepel moeten gaan zonder al te veel weerstand. Als je wel weerstand voelt, dan zit je waarschijnlijk door het papier. En eigenlijk schuif ik gewoon telkens een klein stukje op en steek ik hem rechtdoor, zodat de draad een schuin lijntje vormt. Telkens een paar millimeter verder. Ik probeer echt kleine steekjes te maken zodat ze zo min mogelijk zichtbaar zijn aan de voorkant. Dat ziet er dan zo uit. En zo ga je gewoon door tot aan het einde van de vorm. Als je tijdens het naaien oortjes tegenkomt, kun je die gewoon voorzichtig met je hand even uit de weg houden. En als je helemaal aan het einde van je lijn bent, dan zet ik meestal even een klein knoopje door gewoon de naald een keertje door mijn lus te halen. Zodat die niet tijdens het wisselen naar het andere stofje of op een andere manier los raakt. Oké, eens even kijken. Dan gaat dit puntje daarboven. Dus die vouw ik op de goede manier. Even goed uitlijnen. Vastzetten. En mijn draad zit er nog aan. Ik heb niet afgehecht, dus ik kan eigenlijk gewoon gelijk doornaaien. En dan begin ik weer precies in het puntje. En zo ga je door
Totdat je niet meer verder kunt. Als je een andere vorm aan het maken bent, kun je misschien helemaal rond. Ik ga nog even naaien tot het einde van de lijn en dan zal ik je laten zien hoe ik afhecht. Net als bij het omkeren naar de volgende vorm, zet ik weer gewoon een steekje helemaal aan het einde. En dan haal ik mijn naald even door de lus voordat ik hem helemaal aantrek. Dan heb ik eigenlijk een klein knoopje gemaakt. Dan steek ik de draad door het stofje heen, dus niet door het papier. Een stukje naar beneden, zodat hij uit de weg is. Laat ik een klein stukje over en dan knip ik hem af. En dan is dit het resultaat. Dan hebben we nu twee helften. En om deze ster af te maken, leg ik de twee helften op elkaar. Die zou ik dan weer even vastzetten met de speld. En langs deze rand naaien. En dan is hij klaar. Ik hoop dat je iets gehad hebt aan deze video. Mocht je nog vragen hebben, stuur me gerust een berichtje. Ik help je graag. Ik ben Daphanie. Ik heb een webshop, het Naaldbos. Daarin vind je allerlei leuke, vrolijke stoffen en fijn gereedschap voor patchwork en quilten. Op mijn YouTube-kanaal vind je allerlei leuke gratis patronen, tutorials, tips, trucjes, video's over quilten. En ik laat je ook al mijn projecten zien. Heel erg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Doei!